wij zijn nu ongeveer halverwege de fietstocht. Rotterdam is ideaal om te fietsen. We zitten nu net voorbij Phoenix. Prachtige omhoog rijlift, roltrapachtige constructie. Tussen de containerbedrijven. En kijk eens wat een mooie fietspaden hier zijn. Is dat mooi of is dat mooi? En daar zijn nog meer autowegen. En wij gaan dus die kant uit, daar in de verte, daarachter, daar heb je Hoogvliet. En daarachter is Spijkenis, en daar gaan wij naartoe. En hier wordt dus gewerkt, ook al is het Pinkster. De vraag is alleen, zit er iemand in of niet? Zijn dit nou allemaal leuke robotjes? Nou, prop bewegen ze opeens niet, maar goed. Waar de Amazing Stroopwafels zo'n geweldig mooi lied over hebben gemaakt. Alleen is nu niet kwart over drie 's nachts of zo. Eerder een uur of half twee uur in de middag. Ja, en ook hier ligt nu weer een mooi nieuw fietspad. En aan deze kant is maar heel erg goed dat een filmpje niet ook nog eens een keer reukmogelijkheden heeft. Maar dat is toch wel aardig zo, hè? Nou zijn we dus echt bijna bij Hoogvliet. Altijd hier hè, met het havenpinten. Hoe gevaarlijk we daar. Als er ergens een bordje gesloopt is van, dit zal weer zo'n club jongeren zijn. Dit is helemaal niet zo. Dit zijn bejaarden die een beetje bijziend zijn geworden. Zoals ik. Die rijden bordjes. Ja, die kerk is wel echt Spijkenis. Nou weet je wel zeker dat die echt uit is.
Ja. Oké. Okay. Aan deze kant wel. Nou, bijna thuis. Lift doet het niet, roltrap doet het niet. Hij heeft twee keer met een fiets die roltrap lopen, ja. Wel een vrije dag. Nou ja. Normaal vind ik dit al zo ontzettend eng. Met zo'n roltrap moet je dan helemaal naar beneden. Met je fiets. Daar staat dus nu ook iemand. Die komt dan helemaal vanaf Pernis. De lift doet het niet. En een van de idioten die heeft dus op de stopknop van de roltrap naar boven gedrukt. Dus die doet het gewoon niet. Dus het enige wat je nu kan is met je fiets op je nek naar boven lopen. Oh, oh, oh. Heerlijk. Bloemen.